Zo, goedemorgen allemaal. Het is Goedemorgen. 2 april en we hebben weer een nieuwe Office 365 update. Ja, inderdaad. Jij was gisteren jarig natuurlijk. Dat klopt, ja, dat Dus klopt. gefeliciteerd, Danny. Dankjewel. Ja, ik was inderdaad gisteren jarig, 1 april. Dat is geen grap. Nee, geen grap. Nee, het is een mooie maand weer. En we hebben nog ander belangrijk nieuws dat we met jullie willen delen. Naast de Office 365 updates en zo. Wortel nieuws, dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Goed idee. Ja? Even tussendoor, ben jij niet bij de MVP Summit geweest? Ja, klopt. Kijk, dat is alweer 2 weken terug volgens mij nu. Ja. Ja. Echt super gaaf. Meester Summit. Dat was Wat is dat, een MVP Summit? MVP Summit is eigenlijk een jaarlijks evenement vanuit Microsoft. Waarbij Microsoft alle MVP's wereldwijd uitnodigt. Waarbij ze eigenlijk onder NDA alle nieuwe zaken. Sorry, NDA, non-disclosure. Nee, dus je mag er niet over vertellen. Ik mag er niet over vertellen. Dus alles wat daar gedeeld wordt, moet binnenskamers blijven. Mag ook geen foto's nemen. Ik heb wel eens dingen gehoord dat er echt mensen worden weggestuurd als dat wel gebeurt en Ja. dat soort zaken. Daar zijn ze heel streng op. Ja. Maar in principe ja, gaan ze dus allerlei nieuwe zaken vertellen. Je bent ingedeeld in een bepaalde categorie. Ik ben bijvoorbeeld voor Office Apps en Services. Zo is bijvoorbeeld Freek, is dat bijvoorbeeld voor RDS, dat soort zaken, dat gebied. Ja. Hij zat bijvoorbeeld in een groep met 10 man, Ja. gewoon de hele week in een hok, Ja. echt met de engineers. Ja, en dan gaan ze gewoon echt gewoon De details. de details in. Wat gaat er komen? Wat zit eraan te komen? Hoe gaan we dat doen? Feedback geven. Ze proberen met name heel veel feedback op te halen. Dus ja, heel veel Ja. verschillende technische sessies. Natuurlijk ook Office 365 / Teams MVP. Ja. Maar ik ben dit jaar niet gegaan, omdat ik de week daarna, dus vorige week, ook in Amerika zat. En ik vond het gewoon te veel. Dus ik dacht van, nou, dat doe ik Seahawks niet. pak. Ja, Partner Advisory Council. Dat is eenzelfde soort iets, maar dan meer vanuit een partner experience en Ah, zo. Dus oké. niet heel technisch, maar nou, wel een mooie sessie. Ja. Ja. En Leuk. zoals altijd, tijdens deze webinar kun je vragen stellen aan ons via het Q&A-venster. Daarnaast kan je natuurlijk achteraf ook vragen aan ons stellen. Via e-mail of door te bellen of WhatsAppen of whatever. Dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dus mocht je nakijken op YouTube en je hebt een vraag, stuur dan Robert of mezelf een e-mailtje op robert.schouten@wortel.nl of danny.beurlage@wortel.nl. En dan beloven wij je dat we snel reageren, toch? Ja, tuurlijk. We gaan het zo snel mogelijk proberen te doen. Zeker. Goed, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben groot nieuws. En dat is dat we deze maand, eigenlijk vorige maand moet ik zeggen, 6 maart gefuseerd zijn met ETU. Ja. Ja. ETU is een organisatie die zich bezighoudt met name met SharePoint, de Modern Workplace. En Dettol is een van hun producten. Dat is een gestandardiseerde inrichting voor een intranetomgeving voor Office 365. En naast Dabble en naast de SharePoint-kennis die ze in huis hebben, doen ze ook veel Office 365-trajecten en veel adoptietrajecten. Dus daarmee hebben we eigenlijk onze organisatie verrijkt met pak en beet 70, ongeveer 70 nieuwe collega's, die zich allemaal richten op SharePoint Dev, op SharePoint configuratie, op dat gestandardiseerde Dabble-product waar ik het net over had, en op een aantal andere verschillende diensten. Dus ja, ik moet zeggen dat was wel een hele interessante maand. Absoluut, dat was wel even een veranderingetje. Ik denk ook vooral met name voor jou gezien dat je in één keer ja, een ander bedrijf gaat overnemen. Fuseren. Sorry, fuseren. En dat je dus ook Ja. andere directie daarnaast krijgt. Ja. Kun je daar misschien ook iets over vertellen? Hoe Zeker. dat er kort uitziet? Misschien Ja, voor de mensen zeker. ook wel interessant om te weten. Zeker. Kijk, Wortel die heeft een bepaalde. Wij hebben als Wortel een bepaalde bedrijfscultuur. En wij doen het op een bepaalde manier met elkaar. En dat is een hele open, transparante manier waarin we met zelforganiserende teams werken. ETU was meer een top-down gestuurde organisatie, maar wel bezig met de transformatie naar een zelfsturende organisatie. Dat betekent dat dus, ondanks dat die bedrijfsculturen voor een deel wel degelijk met elkaar overeenkomen, er ook voor een deel wel echt aparte bedrijfsculturen staan. Zij zijn veel meer gericht op inderdaad die top-down aansturing, maar waren bezig met zelforganiserende teams in te vullen.
Dus dat matcht heel erg duidelijk met elkaar. Daarnaast zien we dat de afgelopen week hebben we dan een company day gehad. En die company day, daarin hebben we met elkaar onder andere een teams herindeling gehad. Hè. Alle mensen zijn bij elkaar op bezoek geweest in feite in verschillende teams. En zo op die manier mensen de mogelijkheid gegeven om te kijken naar welk team wil je nou daadwerkelijk onderdeel van zijn. Nou, zo zie je dat er steeds meer naar een soort integratie komen van de twee organisaties. Op directieniveau hebben we 3 nieuwe directieleden gekregen. Jaap Bastiaanse, CFO, is verantwoordelijk voor financiën. Die is gisteren begonnen, die komt niet van Etu vandaan. Dan hebben we Piet Vink, die was directeur bij Etu. Die is nu directeur Customers and Engagement bij Wortel. Wortel is de nieuwe naam van de hele groep. Dan hebben we Erik-Jan Vroom. Die was operationeel algemeen directeur bij Etu. Die is nu verantwoordelijk geworden voor Products and Services, Chief Products and Services. Luc Josiassen, die was bij Wortel operationeel directeur, Chief Happiness Officer moet ik zeggen. Dat is de officiële titel die hij heeft. Hij is echt voor medewerkers gelukkig. Die blijft ook daadwerkelijk Chief Happiness Officer. En ik zelf ben algemeen directeur. Naar de buitenkant kijkend. Ja. Dat is een nieuwe structuur. En dan zie je dat we een aantal diensten leveren. We hebben hier een overzichtje met de verschillende diensten die we leveren. Nou, daar gaan we graag nog een keer op in, maar ik denk nu dat het niet helemaal de plaats is. Nee. Zullen we doorgaan met de update? Ja, heel goed. Allereerst. Ja, het Microsoft Admin Center. Ja. Ja, hij is in preview. Ja. Dus je kunt hem ook aanzetten. Dus als je in het gewoon Admin Center komt, of Office 365, heb je de mogelijkheid om hem aan te zetten. Ik zou iedereen willen adviseren, ga er eens doorheen. Microsoft heeft daar wat vernieuwingen in doorgevoerd. Af en toe zul je zien dat bepaalde schermen gewoon eigenlijk gewoon één op één zijn overgenomen. Met name op de groups en dergelijke, dus het beheren van Office 365 groups, die dus bijvoorbeeld onder Teams hangen, et cetera. Ja. Daar hebben ze wat verbeteringen ook qua performance en dergelijke doorgevoerd. Wat betere filtermogelijkheden om juist te slijzen en dijzen van oké, welke groepen heb ik? Ja. Wat gaat er, wat wordt er niet gebruikt? Dat soort inzichten worden daar wat beter in. Dus, en als je nu gaat kijken hè, en je zit in die Microsoft 365 Admin Center, ja. Is het echt weer een hele leerervaring voor gebruikers die nu gewend zijn om met de oude experience te werken? Nee, over het algemeen, zoals je aan de zijkant kunt zien, je hebt dezelfde indeling nog steeds, wat je ook in het oude Admin Center had. Ja. Dus daar verandert niet zozeer heel veel in. Af en toe zullen de schermen er net iets anders uitzien. Ja. Dus daar komt soms net even een modern jasje omheen, of er worden wat nieuwe technieken gebruikt. Qua filteren is misschien net even anders. Daar zullen misschien wat kleine leercurves zitten. Maar algemeen is het wel vrijwel aardig hetzelfde. Maar ik zou zeggen, probeer hem eens. Ja. Loop je tegen dingen aan. Als ik nu beheerder ben van Office 365, moet ik dan echt weer een heel scholingstraject ingaan? Of is het echt dat je zegt, nee, kijk er nou gewoon 2, 3, 4 dagen in rond en dan snap je het wel? En, ja, dat zie ik zeker gebeuren dat dat goed kan. Ja. Okay. Wat raad je Office 365 beheerders aan? Zet de preview aan. Ja. En ga hem gewoon gebruiken. Ja. En je kunt altijd terugschakelen. Ja. Dus mocht je ergens niet uitkomen. Wat ik heb begrepen is in ieder geval dat alles beschikbaar is. Alle functionaliteit. Alle functionaliteit. Dus dat is in ieder geval van belang. Ja. Dus ik wil iedereen aanraden, ga hem gewoon lekker proberen. En, En als je nu de preview aanzet, heb je dan vervolgens de mogelijkheid om ook weer terug te gaan? Ja. Okay. Het is echt een vinkje en je kunt ook gewoon weer terugschakelen. Dus ons advies is, de nieuwe Microsoft 365 Admin Center, die biedt echt wel meer en nieuwere functionaliteiten. Het is wat makkelijker in gebruik, het is wat sneller. Zet de preview aan en ga er gewoon mee spelen. En als je dan vastloopt op enig moment, of je weet niet meer precies hoe iets werkt, of je kan het niet meer vinden, wat natuurlijk zo is, of zo kan zijn, dan kan je hem gewoon weer terugzetten en dan kan je weer in de oude experience doorgaan. Maar zometeen zal op enig moment zal er een cut-off zijn en zal de oude versie niet meer beschikbaar zijn. Dus doe dat. Probeer het. Ga ermee aan de slag. En neem eerst een moment dat je een paar uurtjes wat rustiger hebt om er doorheen te gaan en daarna wat meer structureel misschien. Ja, absoluut. Daar gekoppeld is er ook een nieuw SharePoint Center aan. Ja, die is al iets langer zeg maar beschikbaar. Ja. En die zijn ze langzaam aan het uitbreiden. Ja. Nog niet alle onderdelen zeg maar van het SharePoint Admin Center zijn beschikbaar in de nieuwe versie. Ik vind het heel irritant.
dat is heel irritant inderdaad. Nou, ze hebben in ieder geval nu aangekondigd om in ieder geval het sharing gedeelte binnen SharePoint, om die toe te voegen. Dus die is nu nieuw. Dus iets makkelijker, iets centraler te vinden. Ja. Dus weet dat in ieder geval. Ja, ik zou het echt heel prettig vinden als die heel snel gewoon onper is met de oude en dat gewoon de oude weg kan. Ja, die is gewoon heel traag. Bepaalde onderdelen dat je denkt van... Ja, hoe werkt dit? Hoe zit dit? Ja. Ja, duidelijk. Dus dat zou heel prettig zijn. Ja. Heel goed. Ik ben heel erg benieuwd of er al mensen zijn die veel ervaring hebben met het SharePoint Admin Center. En of die net zoals ik vinden dat het eigenlijk niet uitgebreid genoeg is. Dus als je feedback hebt, geef het alsjeblieft. Dan kunnen we daar wat dieper op doorgaan. Ja. En dan Microsoft Windows Virtual Desktop. Microsoft Windows Virtual Desktop is deze maand aangekondigd dat het gelanceerd is. Het was al een tijdje ter beschikking in een private preview en in daarna een wat meer gedeelde open preview. Maar goed, je kan het dus nu inmiddels echt daadwerkelijk gaan gebruiken. En dit is wel echt een hele mooie nieuwe technologie, moet ik zeggen. We hebben een collega van ons, Freek Berson, die is MVP op het gebied van Microsoft Terminal Server en nu dus Windows Virtual Desktop. En deze technologie biedt je de mogelijkheid als organisatie om in Microsoft Azure een volledige terminal server infrastructuur op te bouwen. Heel simpel uitgelegd is dat wat er gebeurt. Het is anders, dit gaat echt over virtuele applicaties die je aanbiedt en dat soort dingen, maar dat is de meest makkelijke manier om het uit te leggen. Dus eigenlijk een soort Citrix of terminal server aangeboden vanuit Microsoft Azure op basis van Microsoft technologie. Geen Citrix, dat zei ik verkeerd, Microsoft technologie. Je kan Citrix ook vanuit die Microsoft Cloud natuurlijk gebruiken. Maar dat is echt een ander stuk, hè? Echt een ander stuk, ja. Citrix is echt een ander stuk. Ik las hier ook iets bij met FS Logix. Ja. Kun je daar misschien iets over uitleggen? Zeker. Wat dat inhoudt? Want die hebben ze overgenomen. Ja, laat ik even een heel kort Windows Virtual Desktop doen. En dan ga ik in op FS Logix. Oké, okay, ja. Wat je binnen Windows Virtual Desktop doet, is eigenlijk de hele traditionele RDS-infrastructuur die je op moet bouwen on-premise of in Azure, om terminal servers te kunnen draaien en om applicaties daarin te kunnen doen, application publishing of desktop publishing. Die hele infrastructuur die je vroeger moest opbouwen met al die servers die je neer moest zetten en dat soort componenten om daadwerkelijk ermee aan de gang te kunnen gaan, dat zit er niet meer in. En dat betekent dus dat je dat soort componenten allemaal als een dienst afneemt. En je betaalt voor die dienst naarmate er meer of minder gebruikers op zitten. Dat betekent dat als je heel veel gebruikers hebt, dan betaal je daadwerkelijk het gebruik van die processorcapaciteit, servers, et cetera. Zitten er geen gebruikers in, 's nachts of in het weekend of wat dan ook, als je organisatie dan dicht is of als er iemand aan het werk is, dan betaal je er ook niet voor. Dus de terminal servers, de applicaties die je aanbiedt gepubliceerd, die zijn alleen beschikbaar, want daar betaal je alleen voor op die momenten dat je ze ook daadwerkelijk gebruikt. En die hele infrastructuur hoef je dus ook helemaal niet meer op te bouwen, niet meer te onderhouden. Het enige wat je nog maar hoeft te doen is je applicaties daarin publiceren of je desktops daarin publiceren, zodat ze geconsumeerd kunnen worden door eindgebruikers. Zeg platform as a service dienst. Feit wel, ja. Ja. Is echt een desktop of een app as a service. Ja, maar ik bedoel de infrastructuur erachter, die hoef je niet meer te patchen en dat meer. Soort zaken. Helemaal niet meer. Helemaal voor je. Precies. Overgenomen. Ja. En wat daarin nog interessant is, vind ik zelf, is dat je hiermee ook in HTML en dergelijke applicaties kan publiceren, die vervolgens geconsumeerd kunnen worden door gebruikers. Bij een SharePoint-portaal, bij een ander portaal, dan kan je vanaf daar bij je applicaties aankomen. En kan je dus bijvoorbeeld in SharePoint, of een andere online omgeving, maar laten we dit bij SharePoint halen, omdat we met Office 365 bezig zijn, kan je dus ook daadwerkelijk heel je applicatielandschap, ook al je oude legacy-applicaties, kan je aanbieden die op die manier door gebruikers geconsumeerd kunnen worden. En is het dan vanuit je portaal? Of krijg je daar dan een ander schilletje voor waar je applicaties krijgt? In basis krijg je een ander schilletje. Je kan hem zelf publiceren ook binnen je bestaande. Daar moet je wel dingetjes voor doen, maar dan kan je hem publiceren binnen je bestaande applicaties. Ja, oké. Interessant. Interessant daarbij is ook dat om dit allemaal mogelijk te maken, heeft Microsoft, Microsoft heeft met Terminal Server en Office 365 een aantal grote problemen. En een van, dit was ook met Citrix en met Terminal Server en Office 365, het probleem van bijvoorbeeld het connecten van je OneDrive-omgeving. Het connecten van SharePoint-sites aan Windows Explorer. Of bijvoorbeeld je Outlook-omgeving. Want elke keer dat je een Terminal Server-sessie opstart, begint die in feite weer alsof je een volledig schone nieuwe computer hebt. Maar je kan je voorstellen dat als je op dat moment Outlook opstart
En Outlook heeft geen OST-bestanden meer die lokaal dingen hebben enzovoort. Dan elke keer gaat hij al die data dus lopen downloaden. Of je moet een connectie maken dat die data pas getoond wordt op het moment dat je je Outlook-client opstart. Super irritant, want daarmee maak je dus je Outlook-client en dergelijke enorm traag. Ja. En in je Windows-machine moet je er telkens opnieuw allerlei soorten connecties leggen. Nou, de overname van FS Logix, kort gezegd, zorgt ervoor dat dat soort dingen op een veel betere manier georganiseerd zijn. En dat bijvoorbeeld je Outlook-connectie, maar ook je connectie met lokale fileshares en dergelijke, veel makkelijker en veel beter geconsumeerd kunnen worden door eindgebruikers. Ja. Oké, okay. En je noemt FS Logix, dat is dus een partij die ze hebben overgenomen, ja. Microsoft. Ja. En die biedt dat dus. Ja, FS Logix is het component dat erin zit om Office 365 binnen RDS of binnen Terminal Server ook daadwerkelijk op een goede manier aan te bieden. Oké. Okay. Ja. Een van de scenario's die we bijvoorbeeld zien op dit moment, is scenario's waarin organisaties een complete RDS-infrastructuur onderhouden. Ja. Voor een paar honderd gebruikers, 200, 300, 400, 500, 600 gebruikers of whatever. Compleet afhankelijk van je organisatie. En ja. Er binnen 1 of 2 of 3 applicaties of zoiets ergens neerzetten. Ja. Wat je vaak ziet is dat heel vaak is zo'n infrastructuur aanwezig. Omdat je nou eenmaal te maken hebt met een aantal, 1 of meerdere oudere legacy applicaties. En die legacy applicaties wil je toch nog kunnen blijven aanbieden aan je gebruikers in je Windows 10 infrastructuur of in je portaal of wat dan. Ja. Nou, in dat soort situaties kan je natuurlijk prima een RDS farm neerzetten of een Citrix farm neerzetten on-premise of in de cloud. En dan zal je zien dat het daadwerkelijke beheer van zo'n omgeving relatief laag is. Ja. Maar goed, dat is ook gelijk een gevaar. Want op het moment dat je zo'n omgeving hebt die je nauwelijks hoeft te beheren, betekent dus ook dat je er niet volop zit om bijvoorbeeld security patches te doen en dat soort dingen te doen. Ja. Met als resultaat dat het gaat waarschijnlijk altijd helemaal goed. Maar op enig moment zitten er wel wat dingetjes in natuurlijk die je moet wijzigen. Risico's dat je dat vergeet en zo. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat je daar al hele mooie procedures in voorin hebt zitten enzovoort. Mm-hmm. Dan is de noodzaak om daadwerkelijk te switchen naar zo'n virtuele omgeving vanuit Azure aangeboden niet per direct noodzakelijk. Nee. De use case die we nu zien in de omgevingen die weinig beheer hebben, is op het moment dat je bijvoorbeeld een enorme uitbreiding krijgt van gebruikers, yeah. Of op het moment dat je aan hardwarevervanging toe bent. Dat is echt het moment, het klassieke moment om eigenlijk op dat moment te gaan kijken naar Windows Virtual Desktop. Dus op dat moment hoef je niet een complete nieuwe on-premise infrastructuur neer te zetten, maar ga je die complete infrastructuur als een dienst consumeren vanuit Windows Virtual Desktop. Of op het moment dat je beheerlasten wil terugbrengen, of op het moment dat je die servers wil gaan hergebruiken voor een aantal interne diensten bijvoorbeeld, of op het moment dat je security-wise niet meer helemaal zeker meer ervan bent dat je wel echt continu de beste dienst kan bieden. Dat zijn de momenten waarop je naar Virtual Desktop toe gaat. Ja. Of als je gewoon hele nieuwe applicaties gaat aanbieden en helemaal nog geen RDS-infrastructuur hebt. Ja. Ja. Ja, duidelijk verhaal. Super coole technologie die heel makkelijk in gebruik is en met name heel snel aan te zetten is. En waarbij je dus eigenlijk alleen maar betaalt voor gebruik. Zitten er veel gebruikers op, dan gaat het bedrag omhoog. Zitten er minder gebruikers op, dan gaat het bedrag omlaag. En puur op het gebied van consumptie van de eindgebruiker. Ja. Ja, dat is hem. Nu hebben we een vraag van Mark Laagland. Wij maken nu gebruik van RDS om applicaties aan te bieden aan ongeveer 300 mensen. Dit is beperkt in beheer en de performance is niet je van het. Hoe is de performance en het beheer? De performance in Windows Virtual Desktop die schaalt mee met het aantal gebruikers. Dus komen er meer gebruikers bij, dan zal die meer beslag leggen op je processoren en zal de performance dus op dat moment beter worden of consistent zijn voor al die verschillende gebruikers. Daarnaast kan je, net zoals je in andere Azure-omgevingen doet, als je dat wil, meer of minder processorcapaciteit ter beschikking stellen. Dus dat is gewoon een soort setting die je in de achtergrond doet, waarmee je in Windows Virtual Desktop de performance enorm kan tunen op basis van de experience die je aan je eindgebruikers wil geven. Ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld bandbreedte, internetconnectie, et cetera. Maar ja, voor een RDS-connectie is maar heel weinig bandbreedte nodig. Okay. Maak je gebruik van Office 365, dan consumeert die denk ik meer bandbreedte dan je überhaupt nodig hebt voor je Windows Virtual Desktop. Maar goed te weten. Ja. Dan het beheer. Het beheer wat erin zit, is eigenlijk alleen maar het applicatieve beheer. Natuurlijk moet je die omgeving wel neerzetten en aanzetten. En bijvoorbeeld Microsoft doet 90% van het beheer van je RDS of je Windows Virtual Desktop omgeving. Dus dat wordt grotendeels wordt dat van je afgenomen. Nou, is het zo dat op het moment dat je natuurlijk een RDS-omgeving neerzet, dat het beheer sowieso al daarna relatief beperkt is. Ervan uitgaan dat je niet heel veel dingen wijzigt. Maar goed, in feite is het online dus ook een aanzet- en vergeten-achtig scenario. Yeah.
En neem dit niet te letterlijk, want natuurlijk moet je altijd beheer doen en je moet altijd soort. Maar goed, maar het zorgt wel voor security en voor dat soort opdrachten. Ja. Super interessant. Ja. Ja, echt de moeite waard om daar eventjes naar te kijken. En ik denk dat we aan Tom moeten vragen en aan Freek moeten vragen of Tom niet binnenkort een keer hier over een webinar kan, of Freek hier over niet binnenkort een webinar kan verzorgen. Want deze technologie, denk ik, dat voor heel veel mensen die nu met een RDS-omgeving werken of met een Citrix-omgeving werken, een enorme revolutie kan betekenen. Ja, interessant. Ja. Mooi. SharePoint News Innovations. Ja, binnen SharePoint nieuws, binnen de moderne communication sites of de moderne team sites. Er zijn zeg maar wat vernieuwingen in aangeboden, zeg maar nu op dit moment een target release uitgerold. Ja. Dus nog niet in de meeste productietenants die daar niet op staan, zeg maar, beschikbaar. Nou, een van die dingen is wat veel gevraagd wordt, is om binnen nieuws de volgorde te kunnen aanpassen. Of om bepaalde items zeg maar, te kunnen pinnen bovenin. Dus dat je bepaalde nieuwsberichten wil highlighten, vast kunt zetten voor een bepaalde tijd. Ja. Dus op dit moment gaan de berichtenstromen vaak veel door. Vooral als je veel berichten hebt. Nou, op dat moment kun je ook gewoon zeggen, oké, ik wil die drie bijvoorbeeld even bovenaan laten. En de rest stroomt daaronder door. Ik snap het. Hij zit aan, als je het webpart gaat aanpassen. Onderin in het paneel zit een stukje voor organizer. Dat kun je ook zien zeg maar, op de slide. Ja. Waarin je zeg maar, gewoon echt die volgorde. En daaronder zie je dus, onder de eerste vijf, zie je dus dat die op automatisch staat. Ja. Dus de eerste vijf worden vastgezet. En de rest komt er gewoon netjes bij. Mooi hoor. Het is een mooie nieuwe functionaliteit. Dus mocht je daar gebruik van maken, ga daar eens naar kijken. Ja. Ja. Nou, gaaf. En dan nog iets verder met nieuws innovation. Ja, we hebben nog een ander stuk. Dat is organisatienieuws. Ja. Microsoft heeft veel feedback gekregen over van... Oké, ja, wij hebben bepaald organisatienieuws. Op dit moment worden er bijvoorbeeld op de homepage... een heleboel verschillende sites nieuws aangeboden. Maar we willen eigenlijk dat nieuws wat bijvoorbeeld vanuit de corporate communications komt... vooral in wat grotere enterprise organisaties... willen we dat eigenlijk kenmerken van dit is... echt organisatienieuws. Ja. Dus, nou, wat je nu kunt doen, op dit moment alleen nog via PowerShell beschikbaar voor beheerders, is dat je een bepaalde site of meerdere sites, of site collecties moet ik eigenlijk zeggen, waar dat nieuws op gepubliceerd wordt, kun je bombarderen als, oké, dit is een site wat organisatienieuws is. Ja. Dat en doe je nieuws, dat in een subsite? Nee, dus Microsoft heeft een vrij... platte architectuur op dit moment van het organiseren van sites. Dus veel site-collecties naast elkaar in plaats van dat je met subsites gaat werken. Ja, cool. Daardoor kun je dus hebben dat er uit bijvoorbeeld HR-nieuws wordt gemaakt. Dat komt erbij. Maar dat wil je misschien niet echt misschien heel veelvuldig naar voren laten komen of anders naar voren laten komen. Snap ik, ja. En met name dat corporate nieuws, dat kun je dus nu bombarderen als organisatienieuws. En zoals je ook op de slide kunt zien, krijgt dat nieuws, krijgt een bepaald extra stukje in het uiterlijk. Dat is een blokje. Er staat hier nieuws uit Contoso. Ja. Dus dat laat zien van oké, dit is echt nieuws wat organisatienieuws is. Ook in de diverse andere applicaties, zoals bijvoorbeeld op je mobiel. Ja. Dus de SharePoint app, waar ook bijvoorbeeld het nieuws in komt. Ja. En de Office app, de app zelf. Of als je in de homepage van Office 365. Waar ook nieuws naar voren komt. In al dat soort zaken komt dat op die manier naar voren. Ik snap het. Denk mooie toevoeging. Ja. En paginaschablonen? Ja, paginaschablonen. Ook iets wat vrij veel gevraagd wordt. Ja, we kunnen nu heel mooi die pagina's zelf indelen. Maar kunnen we niet een bepaalde set aanbieden? Nou, wat je nu kunt doen als je een pagina gemaakt hebt. Heb je de mogelijkheid om te zeggen. Oké, maak hier maar een template van. Waardoor hij dus zeg maar in een standaard stukje, als je een nieuwe pagina gaat toevoegen, kun je die dan kiezen. Ja. Waar ik nog zelf wel een beetje de uitdaging zie, is van oké, op welk niveau is dat? Dus kun je dat op tenant niveau bijvoorbeeld bepalen? Of is het op een ander niveau? Is nog niet beschikbaar. Nee, het zit er echt in de komende maand zit hij eraan te komen. Zeg maar. Ze hebben hem nu zeg maar, aangekondigd dat hij op dit moment in de uitrol zit. Dus op target release gaat hij nu komen. Ik zag hem gisteren bij mij nog niet zitten. Dus misschien al bij bepaalde andere mensen wel.
Maar hij gaat dus op site-collectieniveau bepaald worden. Ja. Dus je kunt niet, wat mij betreft wel een beetje jammer, op tenant-niveau dat kunnen bombarderen van oké, nou, dit zijn bijvoorbeeld altijd hoe nieuws eruit moet zien. Dus als ik een nieuws template wil hebben, dan moet die. Ja. Dus overal waar je nieuws aanbiedt, zul je dat template moeten toevoegen op site-collectieniveau. Dat vind ik persoonlijk wel iets jammer, dat ik liever een stukje andere conference in gezien. Ja. Maar we hebben de user voice voor. Hè? Cool. Ja. En lijsten, sticky headers. Mm-hmm. Ja, een ander iets is, ja, wat je nu in de lijsten veel hebt, is dat je door kunt scrollen. Yeah. Dan komen er steeds meer items bij. Ja, als je dat aan het doen bent, ben je je bovenkant kwijt. Je kunt niet meer filteren, dus je moet er helemaal terug. Nou, wat ze nu hebben gedaan, is dat de bovenkant vast blijft staan. Ja, ja. Ja, duidelijk. Goeie toevoeging. Ja, prima toch? Ja. Ja, simpel. En Teams, Yammer, ja. Ja. Wat is het verhaal met Yammer? Vind ik sowieso nog wel helemaal lastig. In de volgende slide komt Yammer ook nog een stukje terug met de live events. Ik denk dat Yammer zeker wel een bepaalde bijdrage kan leveren binnen organisaties. Als je gaat kijken, een stukje echt kennis delen binnen de organisatie, et cetera. Ja. Wat ze nu zaak gedaan hebben met de Yammertap. Dus als je in Teams werkt met je team, kun je daar dus bijvoorbeeld ook je Yammer gebeuren naar binnen halen. Ik denk dat het wel heel goed is dat je dat in ieder geval die integratie ziet. Ja. Maar ja, ik zie in Teams ook nog wel steeds veel meer een tegenhanger worden van Yammer. Ik weet niet hoe jij het ziet, bijvoorbeeld als je een organisatieteam hebt, wat tegenwoordig ook iets is. Ja. Ja, daar kan je hele organisatie in zitten. Daar zou je ook gewoon in berichten kunnen. Ik heb wel mening over Yammer. En ik heb een privé mening, heb ik een zakelijke mening over Yammer. Mm. Ik heb een officiële mening en een onofficiële mening over Yammer, laat ik het maar zo zeggen. Mening over Yammer is dat ik denk dat het een bepaalde behoefte vervult voor organisaties die meer op een Facebook-achtige manier met elkaar heel breed willen communiceren en allerlei soorten updates en nieuwsitems en zo willen delen. Ja. Daar zit dus veel progressie in, merk ik, en er zit veel potentie in ook, om op die manier in feite een soort Facebook binnen de organisatie neer te kunnen zetten. Ja. Waar mensen dingen kunnen liken, waar ze bestandjes kunnen delen, waar ze samen op elkaar kunnen reageren, waar ze heel vrij allerlei soorten nieuwsitems en zo kunnen publiceren. Dat is echt de behoefte volgens mij, organisatiebreed, voor Yammer en het gat wat Yammer ook daadwerkelijk opvult. Teams zegt het eigenlijk wel een klein beetje. Dat beschouw ik persoonlijk toch veel meer om in een groep op een relatief toch wel wat meer formelere manier met elkaar samen te werken. En het kan natuurlijk super ad hoc en super vrij en super open zijn in zo'n team, maar dat is echt wel anders dan een Yammer-achtig ding waar je bij wijze van spreken ook geboortekaartjes op publiceert en zo. Dat doe je niet zo snel in een corporate teams omgeving, waarbij ik echt een wat meer formeler nieuws met elkaar deel. Ja. Dat is volgens mij waar het onderscheid is. Als je dan naar mijn persoonlijke mening vraagt, dan denk ik dat organisaties die nu nieuw gaan beginnen, dat die eigenlijk Teams of Yammer links moeten laten liggen. Omdat ik denk dat Teams die behoefte zeker kan vervullen voor heel veel organisaties. Ja. Intern bij Wortel zijn we super intensieve Yammer gebruikers. We gebruiken echt heel veel Yammer. Het vervult ook echt een hele duidelijke behoefte. Maar diezelfde invulling zou ook binnen Teams ingevuld kunnen worden. Ja. En ik denk dat Yammer of dat Teams voor de komende jaren, voor alle nieuwe workloads en zo, veel meer de markt zal gaan domineren. Yammer is wel veel sneller dan Teams. En hoewel ik Teams echt een geweldig product vind, is het wel wat mij betreft, is er op snelheid enzovoort nog wel wat te winnen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Oké, okay. Nee, duidelijk verhaal. Ja, een van de nieuwe innovaties die erin zit, is de Microsoft 365 Live Events. Hè? Ja, dat is nu aangekondigd, in ieder geval binnen Yammer is hij GA gegaan. Dus vanuit Yammer kun je dus... Binnen Yammer is hij GA gegaan. Vertel eens, wat betekent dat? General available, sorry. Ja. Dat maakt niet uit. De term is af en toe. Dus hij is nu publiekelijk beschikbaar gekomen vanuit Yammer. Dus vanuit Yammer kun je dus nu een live event toe gaan voegen. Mm-hmm. Aan de rechterkant binnen Yammer heb je de mogelijkheid te creëren een live event. En dan wordt er vanuit Yammer kun je het live event gaan schedulen of starten.
En komt die zeg maar ook beschikbaar als een nieuw chat-item, zeg maar, binnen Jammer. En kunnen we mensen dus gaan deelnemen. Dus ja. Mensen die dus in die groep zitten, krijgen daar dus ook een uitnodiging van, et cetera. Ja. En ja, kun je dus een live-event gaan doen. En je kunt ook extra mensen uitnodigen, et cetera. Nou, verder gaat dit ook in Teams komen. Mm-hmm. Kun je dus vanuit Teams, eigenlijk wat we vandaag ook aan het doen zijn, een webinar of ja, iets wat je publiekelijk wil delen of met een grotere groep. Het kan een mensen die alleen maar binnen die organisatie zitten, maar het kan ook zijn dat dat externe mensen zijn die helemaal niks met je organisatie te maken hebben, zoals we vandaag eigenlijk zitten. Maar gaan wij dan ook Zoom vervangen voor deze nieuwe omgeving? Dat lijkt me wel een heel goed plan. Ja? Ja. Nee, dat, tricky. We hebben het er al over gehad, ook met Tom, om dit te gaan doen. Ja. Dus wij gaan ook voor de komende maand in ieder geval kijken van, oké, gaan we dit inzetten? Ja. Of komen we nu nog tegen bepaalde beperkingen aan of niet? Er zitten gewoon hele mooie functionaliteiten in, als een Q&A, dingetjes als stemmen, al dat soort zaken. Dus hij voldoet volgens mij prima voor wat we bijvoorbeeld vandaag gaan doen. Dus daar gaan we absoluut naar kijken voor volgende maand. Dus wellicht dat we volgende maand een Teams live events uitnodiging gaan krijgen. Spannend! Dus dan gaan we daadwerkelijk een live event organiseren vanuit Teams, op basis van de Teams technologie. En dan gaan we iedereen toegang geven tot onze publieke webpage, waar dan daadwerkelijk het evenement gevolgd kan worden. Ja, wij gaan dat broadcasten en uiteindelijk zit Stream daaronder, Microsoft Stream. Ja. Dus daar wordt zeg maar hetgeen opgenomen en bewaard. Ja. Cool. En ja, verder kun je de dingen doorheen. Je kunt gewoon dingen delen. Dus je kunt een presentatie delen, et cetera. Er zit een Q&A. Super gaaf. Ja. Leuk. Nou, volgende maand, primeur, Windows of Microsoft Live Events, Microsoft 365 Live Events voor het webinar. Ja. We gaan het zien. En een security center. Het security center is momenteel live. Je kan er naartoe. security.microsoft.com. Log je in met je Office 365 credentials. En wat dat is in feite, is het is een unified experience. Een totaal ervaring voor je eindgebruikers. Alles op het gebied van beveiliging. Dus wat erin gebeurt, is dat alle verschillende componenten, alle verschillende Office 365 componenten, die iets met security te maken hebben, die worden daar getoond aan admins. En die kunnen vanaf daar al die informatie bekijken van bijvoorbeeld Secure Score tot en met je ATP-componenten. ATP? Advanced Threat Protection. Okay. Cloud App Security, een ander Microsoft-product. Al die dingen bij elkaar worden dan weergegeven binnen die Security Center. En die bieden dan een soort dedicated workspace, een specifiek toegespitste omgeving, waar beheerders al die informatie kunnen bekijken en vanaf daar daadwerkelijk het beheer kunnen gaan. Of acties ondernemen. Acties ondernemen, dat soort dingen. Het is niet echt een actieding, het is meer een soort weergave ding. Dus je kan hier vandaan kun je informatie consumeren en dan daadwerkelijk dingen gaan doen. Maar dat doe je dan wel weer in de portals waar daadwerkelijk die informatie of die componenten of die functionaliteiten worden aangeboden. Ja. Dus dat is eigenlijk, het is nu beschikbaar. Je kan nu echt ook daadwerkelijk gaan deelnemen en ermee gaan werken. En het is in feite voor alle Microsoft 365 E3 gebruikers. Dus beschikbaar vanuit Admin Center? Ja, sowieso maar security.microsoft.com, dat is de URL waarop je hier waarop je hiermee. Volgens mij is je ook vanuit het admincentrum. Zeker. Ja, een onderdeel daarvan is de Microsoft Defender ATP suite. Daarbinnen ook weer met een eigen dashboard. En een deel daarvan wordt dan weer gegeven binnen het Microsoft Security Center dashboard. Defender ATP of Active Threat Protection, dat is eigenlijk antivirus. Dat is letterlijk wat ja, daar kennen we natuurlijk Microsoft Defender van, ja. Of ook voor de clients. Ja. Moeten we dat ook zo gaan zien? Dat is het, ja. Ja, het heette eerst Windows Defender ATP. Ja. Het is nu geworden Microsoft Defender ATP, dus de naam is wat gewijzigd. En je hebt dan Windows Defender ATP, de Windows E5 suite is dat onderdeel van. Wat dus nu gerebrand is naar Microsoft Defender ATP. Dan heb je nog Office 365 ATP. Dat gaat echt over Office 365. Antivirus, antispam en zo. Dus we hebben Microsoft Defender ATP. Dat gaat over je Windows client. Office 365 ATP. Dat gaat over je Office 365 omgeving. In spam in Outlook. Spam, ja. En Windows Defender ATP. Dat is nu gerebrand naar Microsoft Defender ATP. Okay. En de reden waarom dat gebeurd is omdat
Het product is in basis hetzelfde gebleven. Er zijn wel degelijk wat vernieuwingen op portals en op functionaliteiten en dat soort dingen. Maar dat er meerdere platformen nu aan worden toegevoegd. Dus Microsoft Defender ATP biedt nu ook antivirusprotectie voor Linux, geloof het of niet. En de Mac. En de Mac, revolutie voor Microsoft. Om dat soort dingen vanuit die security suite aan te kunnen gaan bieden. En ik moet zeggen dat ik heb nu verschillende tests gezien van verschillende platformen en zo. Antivirusplatformen, ze doen het wel echt bijzonder goed. Ja, ja. Ik vorige week in ieder geval gekeken of we hem op mijn eigen Mac kunnen gaan installeren. En ja. Ziet er goed uit. Ja. Ja, en ik merk dat we nu verschillende organisaties zien echt en masse overgaan naar Microsoft Defender ATP. Je zit altijd nog met een soort situatie waarbij je vaak een aantal andere antivirus client enzovoort hebt, wat natuurlijk prima is. Maar zodra je bijvoorbeeld een Microsoft 365 E5 abonnement aanschaft, is het onderdeel van je E5 abonnement. Of op het moment dat je een van de nieuwe licentievormen kiest, waarbij je voor de Intelligent Threat Protection E5 upgrade vanaf je Microsoft 365 E3 abonnement kiest. Ja. En ook dan wordt je client compleet beheerd. Ja. Top. Klinkt goed. Ja, heel fijn. Product wat zeker de moeite waard is om eventjes naar te kijken. Ja. Hoe gaat dat qua uitrol, et cetera? Gewoon vanuit Intune en dergelijke kan dat... Er zijn verschillende manieren voor, maar dat is één van de mogelijkheden. Oh. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, we zijn alweer aan het einde gekomen van alle updates van deze maand. Ja, de volgende 7 mei. Hij valt net even iets later in het begin van de maand. Maar, 7 mei aanstaande, de eerste dinsdag van de maand om 11 uur doen we de volgende update. En zullen we behandelen wat voor nieuwe releases er zijn geweest deze afgelopen maand. En wat voor soorten nieuwe functionaliteiten er komende maand komen. Ondertussen krijgen jullie allemaal nog een linkje met deze presentatie, zodat je die kan bekijken. Natuurlijk wordt die ook gestreamd op YouTube, zodat je hem vanaf daar kan bekijken. En we zullen instructies geven voor volgende maand hoe we vanuit Microsoft 365 live events... hoe je daadwerkelijk toegang kan geven toegang kan nemen tot deze presentatie. Wil je meer weten over Windows Virtual Desktop? Daar komt een nieuwe webinar aan waarin we dat gaan bespreken. Daarnaast wil je meer weten over de fusie tussen Etu en tussen Wortel. Er zijn een aantal blogs geschreven. Ik heb een aantal blogs geschreven over de fusie aan de ene zijde. Daarnaast heb ik een persbericht gepubliceerd op onze website. En kan je de video zien, waarin eigenlijk de hele making-of, laat me het zo maar zeggen, of de beleving in de achtergrond, achter de schermen, alles opgenomen is, wat er gebeurd is in dat hele fusieproces. Ook die zullen we even meenemen, als het goed is, en ik kijk Tom even aan, ook die zullen we even meenemen als een linkje, en Tom knikt heftig ja, naar iedereen, zodat je, als je het leuk vindt, dat ook daadwerkelijk kan. Ik vond het leuk. Absoluut. Ik heb genoten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.